Chinese Surinamers zijn Surinamers met een Chinees achtergrond. Zij maken deel uit van de Surinaamse bevolking. De meeste Chinezen wonen voornamelijk in Paramaribo en het district Wanica. Ondanks haar geringe omvang heeft de Chinese bevolkingsgroep in velerlei opzichten een stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. Vooral op economisch en cultureel gebied vormen ze een verrijking voor de kleurrijke bevolking van het land. Binnen de Chinese cultuur staan educatie, persoonlijke ontwikkeling en hard werken hoog in het vaandel. Dat blijkt uit de honderden goed opgeleide nazaten van de Chinese immigranten die in allerlei maatschappelijke sectoren te vinden zijn. In de achter ons liggende periode hebben zich binnen de Chinese bevolkingsgroep ook in maatschappelijk opzicht allerlei ontwikkelingen voorgedaan. De Chinese Surinamers zijn vooral actief in de handel. Zo kan behalve op hun positie in het bedrijfsleven gewezen worden op hun plaats in het verenigingsleven, de media, het kerkelijke leven, de literatuur, de politiek, fotografie en kunst. Paul Wooi, een bekende Surinaamse kunstenaar, behoort tot de succesvolle generatie die rond 1960 begon op te komen. Hij volgde tekenlessen in Hongkong van 1948 tot 1952. Daarna behaalde hij in Suriname zijn diploma van de Paulus Mulhoogschool en vervolgens in Nederland op de Academie voor Kunst. Paul Wooi's werken bevinden zich in collecties over de gehele wereld, voornamelijk in Suriname, de Verenigde Staten, China, Nederland en België. De Chinezen hebben met hun komst naar Suriname de Surinaamse cultuur veranderd met de tradities die ze hebben meegenomen. Ze zijn immers na de Indianen en de Creolen de oudste bevolkingsgroep in Suriname. Suriname was gewoon een woonwijk, pakhuizen en een paar cafetjes. En toen de Chinezen kwamen en na 1863, zij begonnen op de plantage met kleine warungs. Kokos, zuurgoed. En toen hebben ze rijst die ze zelf gebruikten. Hebben ze, en die slaven vonden het ook lekker. En in 1863, toen al die plantages vrij werden, verklaard, kwamen bijvoorbeeld de slaven uit Peperpot, Marienburg, die gingen naar Combe of die gingen naar Anton de Komststraat wonen. En die Chinese, kleine Chinese winkelier was verplicht zijn klanten na te gaan. Achterna te lopen. Dus gingen de slaven van Peperpot naar Krommelingstraat. Dan gaat die winkelier ook daar in Krommelingstraat zijn winkel openen. En zo is het langzaam ontstaan. Paramaribo had alleen maar een winkelstraat. Dat is langs de waterkant met die grote pakhuizen. Met een paar cafés en wat je kon kopen. Door de Chinezen is Saramaka straat. Langzamerhand, Heiligeweg, Waterkant, dat stukje een winkelstraat geworden. En 1930 en 1890, toen goud werd gevonden en Saramaka-straat te duur werd om een winkel te openen, is er langzamerhand naar de Maartenstraat, Jodenbreestraat, het is gaan groeien. En al die woonhuizen werden winkels. Dus langzamerhand is een slapende stad met alleen maar kolonialen gaan groeien tot een echte stad met winkels, handelshuizen. En ik ben een van die nakomelingen. Met de goudwinning te Lawa kwamen de juweliers. Dit resulteerde in de vele juwelierszaken en goudsmeden aan de Maagdenstraat. Zo langzamerhand ontstond toen de bedrijvigheid en breidde de stad Paramaribo zich uit. Hetzelfde beeld is tegenwoordig te zien in de vroegere randstad van Paramaribo. Vooral de Gompertstraat, Tourtonnelaan, Johannes Mungrastraat, om enkele voorbeelden te noemen, zijn onderdeel van het proces van uitbreiding van de stad. De komst van de eerste Chinezen naar Suriname dateert van 1853. Ze werden aangetrokken als vervangende arbeidskrachten, omdat de slavernij in Suriname in 1863 zou worden afgeschaft. Na het succes met Chinezen op Cuba, de Engelse eilanden op de suikerplantages, begon Nederland ook met Chinese arbeiders.
De eerste Chinezen kwamen naar Suriname in 1853, een groep uit Java afkomstige Chinezen. Ze werden te werk gesteld op de plantage Catharina Sophia in het district Saramaca. Vanwege de hoge wervingskosten werd daarna besloten een tweede groep niet uit Java, maar uit China zelf te laten komen. Tussen 1858 en 1870 werden ruim 2500 Chinezen onder contract vanuit China gehaald. Het overgrote deel van deze arbeidskrachten kwam uit het zuiden van China. De Chinezen die naar Suriname kwamen behoorden hoofdzakelijk tot de groep Hakka-Chinezen uit Guangdong. Daarom zijn hun voornamen en familienamen meestal geromaniseerd van het Hakkanees naar Nederlandse fonetische spelling. Tevens werd bij de registratie van de Chinezen destijds de Chinese achternaam inclusief de voornaam gebruikt als de volledige naam. De nakomelingen kregen toen de Chinese naam en voornaam van de vader als achternaam. Bijvoorbeeld namen als Chen Aji, Chen Lipshi, Shen en Shen Ten Feng. Nou, de eerste, dat is alleen maar van vertellen, hè. Wij zijn de latere groep. Ik ben wel hier geboren, mijn ouders zijn rechtstreeks uit China, komen ook van plantages enzovoorts. Die hebben op de suikerplantages gewoond, contracten getekend. Ze mochten teruggaan of niet teruggaan. Een groot deel heeft gekozen om in Suriname te blijven, omdat ze eigenlijk ook, dat is ook die handelsgeest, dat is denk ik ook de opvoeding. Dat ze dus eigenlijk goed konden surviven. En dat zie je tot nu toe ook, ondanks we zoveel jaren, 160 jaar verder zijn, dat vooral te zien bij de nieuwe groep Chinezen die we nu hebben. We noemen ze de nieuwe groep omdat ze eigenlijk uit andere streken van China kwamen. De groep die 160 jaar vestiging in Suriname viert, is voornamelijk de groep die uit Kwantung kwam. Dus we spreken Hakka. En de anderen zijn wel 10 tot misschien 15 jaar geleden hier naartoe gekomen, zelfs 20, maar die komen uit andere streken. Ze spreken ook een heel ander dialect. Dus het teken is hetzelfde, maar de uitspraak is anders. Dit is een unicum in de wereld. Hierdoor is het aan de hand van de naam gemakkelijk te herleiden als iemand zijn oorsprong heeft van Chinezen uit Suriname. De grote meerderheid van de Chinese contractarbeiders is na afloop van hun contract in Suriname gebleven. Ze zochten en vonden ten dele aanvankelijk een bestaan als vrije arbeiders op de plantages of in de kleine landbouw, maar vooral in de handel en in sommige winkelambachten, zoals de houtskoolverkoop en het broodbakken. Er was geen kleinhandel in Suriname of de Chinezen zijn ermee begonnen en heel bekend is het systeem van kredietverlenen aan de kleine man. Zij konden om de twee weken hun schulden aflossen bij de winkelier. Je weet, elke winkel op elke hoek gaf krediet. Want zij zijn allemaal salarismensen die voor een governor of voor een bedrijf werken. En Fortnite kennen we. Dat is elke twee weken salaris. En de Chinese winkelier gaf ze krediet. En Borgo noemen we dat op zijn Surinaams. En na twee weken wordt verrekend en een heleboel mensen, klanten die betaalden niet, dan gaat die winkelier bankroet. En zo is het langzaam. En wat de winkeliers op de plantages deden, groente, rijst, ze zeggen vaak er bestond al rijst in Suriname. Dat is niet helemaal waar, want dat is gewoon gras droog. Die Chinese winkelier die hier kwam, die Chinezen brengen altijd zaden over de hele wereld. Waar ze ook gaan, Californië is de grootste rijstproducent van Amerika. Door de Chinees en Nieuw-Zeeland, Australië, hetzelfde verhaal, Maleisië. En voor eigen gebruik reis. Maar er waren mensen die de reis kenden. Mensen uit India, mensen uit Indonesië later. En hij begon reizen. En toen was er een behoefte ontstaan. En die hele cuisine van ons is gaan veranderen. Groente, bladgroente, is helemaal Chinees. De plantages van Suriname kon je alleen maar stoven en koken. Er was geen olie, bakolie. En ook droge vis, dat is van de Indiaan. Dus die slaven, die haalden het cassave, zoete patat. En ze kregen het van de Indianen. En ze zijn zelf van planten in hun vrije tijd. En dan gaat hij in een pot, dat is alleen stoven. En bakkeljauw, zoutvlees, kreeg hij van die koloniale baas.
En dat stopt iedereen. Dus dat noemen ze Creools eten. Maar dat is eigenlijk een kennis gebruiken van wat beschikbaar is. En de Chinees heeft het altijd dit gedaan. Het overwicht in de levensmiddelenhandel en in enkele andere specifieke beroepsvelden, zoals de goudsmederij, hebben zich steeds verder uitgebreid. In 1939 werden de meeste winkels in provincie en kramerijen gedreven door Chinezen. In Paramaribo zelfs 84%. De grote importhandel waren in die tijd in handen van Hollanders en Joden. Al in 1890 behoorde het merendeel van de Chinese handelaars niet tot de contractarbeiders of hun directe nakomelingen in Suriname, die veelal half Chinees waren, geboren uit concubinaatsverhoudingen. Als je kijkt naar het plantageleven, je maakt kinderen met die slavin als slaaf, maar je hoeft niet om te kijken, want die koloniale baas, kijk om, die koloniale baas is al lang blij dat er nog een baby komt. Wat is gratis arbeid, een slaaf, een nieuwe slaaf. Nu komt die Chinees en hij had ook seks met deze meisjes, zoals iedereen. En die meisjes wilden het ook. Maar die Chinees is toch gek om het meisje los te kopen van een plantagehouder. Dat is één. Twee, hij gaat met het meisje trouwen, dus die kleine warung van hem, de helft is van haar. Maar wat geweldig is, dat deze half Chinese kinderen vrije kinderen waren op de plantages. Voor 1863 waren het vrije kinderen en ze kregen school van die Chinese winkelier. Een paar winkeliers brengen hun kinderen naar een andere winkelier die zijn zaak sluit om les te geven. En later, toen ze allemaal in 1863 naar de stad kwamen, hebben ze ook eigen school. Voor de officiële school hier in Paramaribo. En de Chinese vereniging, Kong Nitong, die al voor 1885 bestaat, maar dit gebouw is in 1885 opgericht, was een afdeling school. En dan gingen al deze half Chinese kinderen en Chinese kinderen daar op school. En als ze 12 zijn en ze konden niet verder, dan worden ze weggestuurd. Jongens en meisjes naar China. Om naar school te gaan. En terug te komen om de zaak van papa over te nemen. En pas in 1888, dacht ik, 90, zijn de eerste scholen ontstaan. Hendrikschool, Paulusschool en al die andere scholen. Driekwart van deze kinderen hadden Chinese naam. En een paar Hollandse kinderen. Een paar licht Creoolse kinderen. En zwarte kinderen. De succesvolle winkelier liet uit China familieleden overkomen om in zijn zaak te assisteren, om dan na enige tijd het zij hem op te laten volgen, het zij elders een nieuwe zaak te laten beginnen. Soms kwamen later dan ook de echtgenoten en of kinderen naar Suriname. Chinezen namen in de handel lange tijd een vooraanstaande positie in. De supermarkten en restaurants in Paramaribo en in de districten zijn voor een groot deel in handen van Chinezen. Voor typische producten uit het Verre Oosten, waaronder China, zorgt onder meer Suni & Co. Het begin, daar was ik nog niet geboren. Mijn vader had na zijn contract, ja, hij is als contractarbeider hier gearriveerd. Heeft hij te Marienburg een winkeltje geopend op de plaats Broem en daar heette de winkel ook Tokko Broem. Hij verkocht meer specerijen, ook voor de Javaanse gemeenschap die daarna naar de Chinezen waren gearriveerd. En alcohol zat er ook bij, wat drankjes. En in 1938, in dat jaar is hij verhuisd naar de stad en samen met een neef is hij dan Suni begonnen, 16 maart 1939. Ik ben als klein hier, vanaf de eerste klas moest ik al hier komen, spelenderwijs. En op een gegeven moment werden we hier gehaald om een beetje te koekeloeren en te kijken hoe het er in zijn, maar tevens te helpen. Maar vanaf kleins af werd je als het ware gedwongen om in de winkel te zijn, dus na school. Waren we hier in de winkel met die broers. Soms had je geen tijd voor je huiswerk. Maar zo was het eenmaal. Strenge opvoeding. Maar ik ben de ouders dankbaar. Behind the great man stands a great woman. En die was een fantastische vrouw. Zij zorgde dat wij werden opgegroeid, werden opgevoed. En mijn vader werkte in de winkel.
En hij zorgde ervoor dat we alles hadden. Ik kan me nog herinneren toen ik hem moest joinen. Het is elke zaterdagmorgen, 5:00 in de ochtend, ja, had hij een taxi. Ik kan die naam nog noemen, een heel oude taxi, familienaam Dani. En zaterdag weet ik, 5:00 in de ochtend moest ik opstaan, want 6:00 moesten we hier in de winkel zijn aan de waterkant. Want de markt ging ook om 5:30, 6:00 open. En soms ging ik even, als het ding zo fout, alleen weet ik niet, dat is dan niet zo bij jou. Maar ik ben ook dankbaar, want ik zeg het nogmaals, jong geleerd, oud gedaan. Al is het met pak slaag geweest, maar daaruit heb ik enorm veel geleerd en ik kon enorm veel doen. Mijn moeder is eigenlijk hier geboren. Ze is half Chinees, een beetje Duits, Indiaans zit erin. En zij heeft gewerkt met een zus op Tamarin. Later kwam ze in de stad, ja, hoe ze elkaar hebben ontmoet. Maar ik ben blij dat ze elkaar hebben ontmoet, zodat ik vandaag hier ben. Maar ze is altijd een fantastische vrouw geweest. Veel goede raad. Ja, je kon altijd bij haar gaan. Maar zij zorgde ook voor dat ik veel pakslag heb gehad. Want in de Ogri, ik denk niet, wacht niet. Wacht tot je vader thuis is gekomen. Dag mijn tante. Maar ja, nu ik oud ben geworden, zeg ik. Ik heb zelf voor die dingen gezocht. We zijn met 4 broers en 3 zusters. Helaas hebben we 2 broers zijn er niet meer. Ja, die waren ook eigenlijk de brain achter alles. Maar ja, maar met God hulp. Ja, Gods hulp kunnen we rustig doordraaien. En de derde generatie die moet nog opkomen. Wij zijn van de tweede generatie. Robbie, de oudste, die nou de directeur is. En het was een gewoonte vroeger van de Chinezen hoor. Om mijn oudste zoon naar Hongkong of China te sturen om Chinees te leren. Dus hij is een paar jaren van mij, 10 of 15 jaar weg geweest. Ja, hij heeft daar zijn studie afgerond. Is teruggekomen naar Suriname. Intussen tijd ging het niet zo goed met mijn vader. Ja, dus nadat mijn vader is overleden, heeft Robbie volop, volop tegenaan gegaan, samen met ons. En hij begon de import eigenlijk groter te maken, betere producten te halen, want hij had ervaring. En zo zijn we dan ook een stukje groter geworden dankzij Robbie. Voordat de Chinese contractanten naar Suriname kwamen, bestond het eten in Suriname voornamelijk uit beschimmeld brood uit Nederland, 2 maanden oud minstens, zoutvlees, bokking, bakkeljauw en zuurkool. De inheemsen hadden barbekotvis. De slaven hadden vers voedsel met vangst van vissen of wild. De Chinezen introduceerden op de plantages groenten, rijst en zuurgoed, ook het roerbakken en stoven. Het eten in Paramaribo bestond uit brood uit Nederland, 2 maanden oud, groen, met wormen, je veegt het weg, je haalt die wormen en je eet het. En zuurkool en zoutvlees, want die Hollanders eten niks lokaal. Ze zijn te vies om voedsel lokaal te eten. En die slaven gebruikten ook bakkeljauw, ze gebruikten ook varkensstaart, maar ze hebben het gemengd. En dat is stoven en de barbecotten van die Indiaan. Wat de Chinezen heeft binnengebracht is bakken. In de oven en het andere, dat is ingebracht. Dat komt van de Chinezen. Chinese gerechten hebben een extra dimensie toegevoegd aan de culinaire variatie van de Surinaamse keuken. De Chinese restaurants deden het goed in de jaren 70. Ze worden zowel door Surinamers als door toeristen bezocht. In 1980 nam de populariteit van Chinees eten toe. In de jaren 80 vormden de Chinese restaurants 2/3 deel van alle eetgelegenheden in het land. Maar de markt raakte verzadigd. Een probleem voor de Chinese restaurantsector is de vergrijzing onder de eigenaren, daar veel Chinese kinderen die in Suriname zijn opgegroeid voor andere banen kozen. De Chinese winkries hebben langzaam plaatsgemaakt voor moderne, goed voorziene supermarkten, winkelzaken voor de verkoop van kleding en schoeisel, evenals voor de bouw, sanitair en constructiematerialen, horeca en restaurants. Tegenwoordig is er een opkomst in Suriname van Chinezen die in de hoofdstad kapperszaken, nagelsalons, massagesalons, maar ook acupunctuur beginnen. De familie en vrienden die werden overgehaald vanuit China om in de eigen zaak te helpen, hadden vaak andere beroepen in China. Gaandeweg zien we dat ze op een gegeven moment hun eigen beroepen in Suriname gaan uitoefenen, wat zorgt voor meer diversificatie.
Toch denken vooral ouderen nostalgisch terug aan de Snezi winkels. Omo Snezi had meestal een goede sociale band met de buurt waarin zijn winkel stond. Velen konden gemakkelijk krediet van hem krijgen. De immigratie uit China zet zich nog steeds voort. De sterk groeiende behoefte van China aan bijvoorbeeld hout en mineralen en de laatste tijd ook aan landbouwproducten maakt Suriname zeer aantrekkelijk voor ondernemers. Ook als bouwvakkers hebben Chinezen een goede reputatie opgebouwd. Vooral de in China geboren Chinezen vormen een onderling sterk gesloten gemeenschap die eventuele conflicten zoveel mogelijk intern oplost. Onderscheid en conflicten hebben in het verleden geleid tot het ontstaan van verschillende verenigingen, waarvan de oudste al in 1876 werd opgericht. Kong Hitongsang is de oudste vereniging in Suriname. En we doen meer voor de sociale werken. Natuurlijk voor de Chinese als een nieuwe generatie. De nieuwe mensen komen uit China, Hongkong, Taiwan, overal. Huh? We helpen de mensen voor alle de verschillende sectoren. Als de kinderen, we hebben Chinese school, we hebben bejaardenhuis, we hebben twee Chinese klanten hier en ook in TV station voor alle de nieuws van Suriname en ook nieuws van China. En helpen de mensen voor zaken. Alles. Ik kan zeggen bijna alles moet het weer kan helpen. In het monumentaal pand van de vereniging Kong Hitongsang aan de Dr. Sofie Redmondstraat 19 hebben vele Chinezen in het verleden onderdak genoten. Het was hun opvangcentrum, hun contactadres, hun ontmoetingspunt, hun ontspanningsoord. Omstreeks 1860 had de vereniging haar centrum aan de Maagdenstraat. Er werd geld bij elkaar gelegd en het huidige centrum werd gekocht. Vroeger heette de vereniging Kong Hitong en was erg bekend om de Piao, een Chinees loterijspel. De bedoeling hiervan was om de kas van de vereniging te helpen aanvullen naast hun lidmaatschapcontributie. Sommige leden verkochten hun lotto's door aan niet-leden. Paramaribo was in de ban van de Piao. Het was een illegaal spel en al gauw greep de overheid in. Het gebouw van de vereniging werd gesloten en op de veiling gebracht. Kong Hitongsang, die naam, hè? Is zo vroeger betekent is een vereniging samen voor werk in onze bevolking, voor help de mensen. En sang betekent opnieuw, nieuw, nieuwe life. Weer eens bleek de eenheid onder de Chinezen en ze kochten het pand op de veiling en gaven het terug aan de vereniging. Het toevoegsel sang betekent herboren, dus werd de naam Kong Hitongsang. Vroeger woonden er veel oude Chinezen in het gebouw, maar de meeste zijn inmiddels overleden of wonen bij familie. Achter het gebouw van de vereniging schuilt een verhaal. De leeuwen achter de hemelpoort verwelkomen elke bezoeker. Bij de hoofdingang staat een borstbeeld van Dr. Sun Yat-sen, de stichter van de Republiek China. Op de bovenverdieping van het hoofdgebouw ontmoeten Chinezen, meestal ouderen, elkaar dagelijks voor een tori of een potje machok en voor vergaderingen. Heel vroeger mochten de Chinezen net als de vrije negers 's avonds niet over straat lopen. Overdag mocht dat wel, maar ze kwamen van ver en hadden dan een plaats nodig om te overnachten. Zo is dus de vereniging ontstaan. Als een opvang voor Chinezen, de goede zijde van de Chinese cultuur te propageren en als informatiecentrum te dienen voor haar doelgroep.通过这个影片呢，我想跟大家分享一个，就是我们中国人来的苏里南，这里我们已经是苏里南的一份子，所以呢，我们要跟这个苏里南的主流社会打成一片，跟他们友好，他们和谐相处，令到我们下一代有更好的未来。
Ook een drukkerij is ondergebracht in het pand. De Chinese krant wordt er tot heden gedrukt. De eerste Chinese krant werd geschreven in 1870. Tegenwoordig zijn er twee Chinese dagbladen in Suriname. De Chinese krant zorgt ervoor dat de lezers goed op de hoogte blijven van de actualiteit in binnen- en buitenland. Ook een tv-zender wordt beheerd door de Chinezen met educatieve programma's en actualiteiten. Lange tijd waren in Suriname drie Chinese verenigingen. Konjitong Sang, waaruit eerst de Sheng Fa Fui Kon aan de Keizerstraat is afgesplitst en later de Fa Chau Song Fui aan de Domineestraat. In de laatste decennia zijn er tal van Chinese verenigingen ontstaan. De meeste verenigingen zijn afsplitsingen van de oudere verenigingen of het zijn verenigingen van Chinezen uit een bepaalde streek in China met hun eigen dialect of gewoonten. In 2009 is de Suriname Chinese United Association opgericht. Deze associatie bestaat uit 14 Chinese sociaal-maatschappelijke verenigingen en vertegenwoordigt nagenoeg de totale Chinese gemeenschap in Suriname. Het bestuur roleert tweejaarlijks en wordt momenteel geleid door Alan Sheng. Op de Chinese feestdagen die in Suriname worden gevierd, voornamelijk bij het jaarlijkse maanfeest en het Chinees nieuwjaar, is het gebruikelijk dat de verenigingen een groot banket aanbieden aan leden en genodigden. Traditioneel wordt bij zo'n samenkomst vuurwerk afgestoken en een traditionele leeuwendans of drakendans opgevoerd. Ook elk jaar op 20 oktober wordt de immigratiedag van de Chinezen in Suriname herdacht, waarbij op de jubileumjaren grootse evenementen worden georganiseerd. Chinese verenigingen in Suriname zijn voornamelijk sociaal-maatschappelijk en of culturele verenigingen. Ze helpen voornamelijk bij problemen van nieuwe immigranten die de taal niet machtig zijn, zoals het schrijven van officiële verzoekschriften, bemiddelen bij conflicten en als wegwijzer bij aanvragen van vergunningen.去第二度啦，好多嚟到蘇伊蘭之後咧，就覺得呢度非常之好。蘇伊蘭人對人又友善，地方又好，所以好多人咧嚟到都會留低一齊。除咗做生意之外咧，都一樣係要會係建設呢個國家而做
而且要融已经好多，已经融入呢、这个诶西南嘅社会噶啦。好多即系160年来咧，其实咧而家你哋会睇到好多西南人、西南嘅面孔嘅，不过佢系有中国人嘅名字，已经好多好多噶啦。咁而家新嚟嗰啲咧，我哋一样系可以咁样解释俾佢听，你一样要遵守呢度嘅法律，唔好攞大陆嘅法律嚟呢度比较。你喺呢度咧，你就要融入呢个社会，做多啲公益嘅嘢，对社会有贡献嘅嘢。Belangrijk is vooral het organiseren van de zogenaamde kasgeld, een onderlinge kredietassociatie waarin elke deelnemer het recht heeft om 1 keer geld te lenen zonder al te veel formaliteiten. Maandelijks vindt er een toewijzing plaats aan het lid dat de hoogste rente heeft geboden. Deze geregelde vorm van geldlening is ook sterk verbreid onder de Chinezen in Zuidoost-Azië. Een simpele vorm van kasgeld is door de Afro-Surinamers overgenomen en bekend als kasmoni. De Afro-Surinaamse vrouwen zouden het onbegrijpelijk hebben gevonden dat hun Chinese echtgenoten zo snel vooruitkwamen in de handel, hoewel ze vanuit het niets waren begonnen. Ze kwamen erachter dat hun mannen gebruik maakten van een eenvoudig Chinees spaar- en kredietsysteem. Al gauw namen ze het kasgeldsysteem over, maar op hun eigen manier. Wat ze te ingewikkeld vonden, lieten ze eenvoudig weg. Zo ontstond het kasmoni-systeem binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Toen de Chinese arbeiders na 5 jaar op de plantages gingen verrekenen om terug te gaan naar China, zegt die koloniaal, kijk, dit is je lijst. Je hebt 5 jaar gewerkt, je hebt 3 paar schoenen, zoveel dit genomen, bakkeljauw en de, wat niet waar is. Maar de Chinese kan niet lezen. Dus jij moet mij betalen. Dus je hebt een schuld bij mij. Wat je moet doen is 5 jaar contract opnieuw. De Chinees zat vast. Dus ze zijn gewoon bedrogen. Dit is een waar verhaal hoor. Het is zelfs opgetekend door een vrouw. Maar enfin, en de Chinees mocht zaterdag en zondag in zijn vrije tijd eigen dingen doen. Zoals die slaaf. Hij brengt gesprokkeld hout naar dat markt. Hij brengt zijn kip. Hij brengt zijn geit naar de, waar nu het onafhankelijkheidsplein is. Daar ging hij verkopen. En die Chinees ging het ook doen. Hij maakte uit kokos, suiker, kokoskoek, hij maakte alles wat er suiker waren. Want suiker komt uit China. Het komt nergens anders van, niet van Madeira, zoals de Amerikanen dat beweren. Het komt uit China en dat is een heel gewild product. Voor de hele tijd in Europa wordt suiker, die geïmporteerd is uit Venetië en die van China, in de brandkast gestopt. Want suiker was kostbaar. Nu is suiker het goedkoopste product. En hij loopt langs de plantages, hij plukte al die birambis vruchten, hij zet het in rijstwater, je weet het wordt asset, hij zet het peper. En zaterdag, als er wordt gedanst op de plantages door de slaven, dan stond de Chinees gereed met zijn zure komkommer, zijn zure birambi, zijn koekel. En dat ontgrif. Want die slaven hadden geld. Want in zaterdag en zondag mochten ze geiten en kweken naar de stad brengen. Om te verkopen, de zaden geld hebben ze. Dus er wordt gedanst en de Chinezen is langzaam daar begonnen. Maar op de plantages moesten de Chinezen weer 5 jaar contract tekenen. Na die eerste 5 jaar. Maar met het geld wat ze verdienden, oh ja, dan moet ik erbij zeggen, ze haalden al die dode takken van bijvoorbeeld van de cacaobomen op plantages. Hij brengt ze ergens. Hij maakt een grote gat. Al het hout gaat erin, hij steekt de vlam en hij maakt het dicht. En na 3 dagen heb je houtskool. En dat heeft gemaakt dat Paramaribo totaal is veranderd. Want voortaan, een groot huis in Paramaribo had een erf. Die keuken was op het erf met gesprokkeld hout. Nu komt houtskool. Dus je kan in je huis, botrita, kan je een kleine pot en houtskool, kan je s'avonds je thee maken. En je bespaart een heleboel, vooral na 1863. Toen je voor elke slaaf dienst moest betalen, kon die koloniaal zich niet meer permitteren om op het erf keukenmensen te hebben,
mensen om naar de markt om sprokkelhout te halen. Hij kon het zich niet meer. Hij heeft een zak houtskool boven en hij steekt de vlam. En binnen een half uur heeft hij thee of koffie. En de Chinees heeft dat geld gebruikt die ze hebben verdiend op de plantages. Hebben ze afspraken gemaakt. Dit is een gewoonte uit de dorpen van China. Want de dorpen van China heeft geen banken. Dus iedereen moest elkaar helpen. Dus die 50 Chinezen spreken af. Meneer A krijgt de eerste maand het geld van ons. Iedereen 10 gulden. Of dat geld die meneer A moet betalen aan die plantagehouder. Dat is hij vrij. En de maand daarop, meneer B enzovoort. Binnen een korte tijd waren alle Chinezen vrij. Door die kasgeld. Maar ze mochten niet meer op de plantages wonen. Ze mochten niet in Paramaribo wonen, want Paramaribo was alleen voor de blanken en de slaven. En vooral s'avonds lopen soldaten op straat. En je mag niet meer, je mag niet op straat. Dus de Chinees mocht niet in Paramaribo, niet op de plantages. En waar moest hij dan wonen? Langs de rivier, bij die sluis. Daar heeft hij een klein hutje gebouwd. Daar is hij begonnen met zijn warung. Met zijn kleine dingen, rijst, groenten en zo verkopen om een leven te. En na 1863 zijn ze naar de stad verhuisd. Suriname is anders gaan groeien dan Cayenne. Suriname, Trinidad en Guyana en Jamaica hebben dezelfde groei door de Chinezen. En ze zijn van een koloniale slaven, dus het is een bruisende stad geworden. En dat is gekomen. Nu zijn de nieuwe Chinezen hier een heleboel met, vinden het geweldig. Anderen vinden het niet goed en anderen proberen de Chinees weg te jagen. Een Afro-Surinaamse kasvrouw die was getrouwd met een Chinese winkelier, bezat nog een tweede voordeel, een betrouwbare financiële reputatie. Mocht er binnen haar kasmoney iets verkeerd gaan, dan kon de winkel van haar man als dekking dienen. Voor deze China-hypothese pleit dat ze begrijpelijk maakt waarom de Creoolse kasmoney vooral door vrouwen wordt beoefend. Groepssparen is door de Chinezen naar Suriname overgebracht. Chinezen hechten heel veel waarde aan onderwijs. Ook zijn hard werken en goed presteren belangrijk binnen de Chinese cultuur. Het is geen toeval dat Chinezen over de gehele wereld het uitzonderlijk goed doen in het onderwijs. Youth are always the future of a state and also the future of bilateral relations. The older generation of our two countries have laid solid foundation for our bilateral friendship. The younger generation need to follow their forefathers' path and go further in the future. Only if you communicate and exchange can you know each other better. China has made great efforts in this field. Every year since last decade, we have provided 6 full scholarships for young people in Suriname to study in China for bachelor or master degrees. We provided about 100 training programs annually to Suriname. We opened Chinese language courses for people, especially young people, in the Chinese school of Guang Yi Tang Sen in Suriname. The diplomats in my embassy go to local secondary schools to give students lectures about China. We go to the Anton Duncan University to communicate with the teachers and the students. In China, every year, there are more and more young people learning Spanish and Dutch. Maybe in next month, my interpreter, who speaks Dutch fluently, will come to Suriname. The Chinese embassy would like to have more interaction with local youth. We hope Surinamese young people can be the main force, can be the driving force of the development of bilateral relations and the friendship between our two countries. Via onderwijs wordt getracht de bekendheid met de Chinese taal en cultuur te behouden. Chinese immigranten spreken slecht Nederlands, hoewel ze na enkele maanden gauw het Sranang beheersen. Dit is een bijkomstigheid van het proces van de immigratie. De kinderen van deze immigranten, de zogenaamde tweede generatie, gaan naar de Surinaamse scholen en leren er de taal en de Surinaamse gewoonten.
Van deze kinderen leren de ouders op hun beurt de taal en de gewoonten. Langzamerhand komt zo de integratie tot stand. De tweede en daaropvolgende generatie Chinezen doen het ook heel goed op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak hoge functies en de werkloosheid ligt op een laag niveau. Nou, de Chinees heeft handelsbloed. Hij is volgens mij geboren met handelsbloed. En waarom denk ik? De tijd van Mao Zedong was het communisme. Hè? En die tijd, naar mijn vader mij vertelde, kon je in feite niets krijgen of zo. Dus als men iets plantte, werd het niet gratis gegeven. Er werd altijd gehandeld om weer wat anders te krijgen. Dus overal ter wereld als ik ga, zie ik de meeste Chinezen in de handel. En ik denk dat ze met de handelsbloed geboren zijn. De oudere Chinezen proberen de jeugd de Chinese cultuur bij te brengen. Vandaar dat er een Chinese school is waar de kinderen de taal en de cultuur leren. De Chinese school is er ook voor de Chinezen die het Nederlands of Sranang willen leren. In de behoefte aan sportgelegenheid wordt voorzien door de zwemvereniging De Witte Lotus, welke erg populair is onder de Surinaamse Chinezen en welke toegankelijk is voor Surinamers van niet-Chinese afkomst. Naast het sporten, onder andere tafeltennis, badminton, basketbal, voetbal en zwemmen, zijn karaoke en Chinees schaken erg populair onder de Chinezen in Suriname. Tevens is er ook een Chinese begraafplaats, de Fachau Kung San, aan de Schietbaanweg. Voorouderverering is een belangrijk aspect van de Chinese cultuur. Voorouderverering wordt jaarlijks door de meeste Chinese Surinamers gedaan tijdens het Qingming Festival. Bij begrafenissen en herdenkingen worden tal van tradities toegepast, zoals het afsteken van vuurwerk, het branden van papieren offermateriaal, het aanbieden en gezamenlijk nuttigen van een waar feestmaal. Hier zijn vele verschillen te zien en dat komt door de verschillende tradities afkomstig van verschillende streken uit China. Het is een uiting van de verschillen die er in feite binnen de Chinese groepering bestaan tussen de in China geboren Chinezen en de in Suriname geboren Chinezen. Zij leven min of meer in twee cultuurwerelden. Voor de China-Chinees is de Suriname-Chinees, die geen Chinees spreekt, geen echte Chinees meer. Pogingen om onder in Suriname geboren en opgevoede Chinezen de culturele identiteit te bewaren en te benadrukken, worden bij tijden ondernomen. De Chinese feestdagen markeerden oorspronkelijk de rustpauzen na de seizoenen voor ploegen, wieden en oogsten. Het Chinese nieuwjaar valt op een tijdstip dat de werkzaamheden op het land stilliggen. Het lantaarnfeest is het slot van de nieuwjaarsvakantie. Het drakenbootfeest vindt plaats na de eerste oogst. En de laatste maand van het maanjaar staat in het teken van de voorbereiding van het nieuwjaarsfeest. Naast de seizoensgebonden feesten kennen de Chinezen ook feesten van puur spirituele of religieuze aard. Te denken valt aan verjaardagen of offerdagen van geesten en goden, of aan verjaardagen of verlichtingsdagen van boeddha's en boeddhistische heiligen, bodhisattvas. Deze feesten komen voort uit dankbaarheid jegens de voorouders en de continuïteit van de traditie. Het verminderen van het culturele identiteitsbewustzijn houdt waarschijnlijk mede verband met en komt tot uiting in hun overgang naar westerse cultuur. Zo ook de Creolen, Javanen en de Hindoestanen. Velen waren reeds christenen in China. De in Suriname geboren kinderen worden al sinds decennia in overgrote meerderheid gedoopt en kregen meestal onderwijs op de Rooms-Katholieke scholen. De scholen werden in 1888 opgericht. Veel Chinese kinderen kregen al lessen op de plantages. Het Chinees erfgoed in het Surinaams Museum is minder omvangrijk en bestaat vooral uit fotomateriaal. Opvallende stukken in de collectie zijn verder enkele muziekinstrumenten en originele en zeer kwetsbare immigrantenkleding. In het begin van de 20e eeuw werd onder de Chinezen veel machok gespeeld. Dit is de fonetische uitspraak van Ma Yong in het Hakkanees.
Het Surinaams Museum beheert een originele machoktafel uit die periode. Een dilemma onder de Chinese groepering over de gehele wereld vormt vandaag de dag de houding in het conflict tussen de Volksrepubliek China en Taiwan. Echter, in Suriname zien velen graag een vreedzame hereniging van Taiwan en China. Politiek is geen issue en de Chinese gemeenschap in Suriname. China and Latin America has a long history of people-to-people exchange. The first Chinese arrived in South American continent, including Suriname, over 1.5 centuries ago. They were integrated into the local society and made great contributions to the economic and social development of the resident countries. They communicate with local people using local languages. They learn different cultures from each other. Suriname is a multi-ethnic country with diversified cultures. Chinese immigrants have become an important and integral ethnic group of Suriname. The languages and cultures of China and Suriname are a little bit different, but there are also some similarity and even commonality. There is ongoing process of exchange and learning without any barrier but motivation between our two states. De Chinese taal is een belangrijke wereldtaal. In Suriname groeit de belangstelling voor de Chinese taal door professionele behoeften of persoonlijke interesse. In het zakelijk verkeer in de toeristische bestemmingen is het Chinees sterk in opkomst en je zult de taal steeds vaker tegenkomen. Chinees leren is een van de beste en leukste investeringen die je in je leven kunt doen. Naomi. Oh, Naomi, 你好. 你愿意用汉语给我们中国的观众说几句话吗? 我是苏里南人, 我爱中国, 我爱学汉语, 祝江苏有益永存, 祝江苏有益长存, 好,谢谢,非常好。 你好,你叫什么名字? 我是Natasha。 哦,Natasha,你好。 你愿意用汉语给我们中国的观众说几句话吗? 我是苏里南人,我爱中国,我爱学汉语,中国是友谊乡村。 好的,谢谢。 Door de Chinese ambassade in Paramaribo is de cursus Mandarijn opgezet door tussenkomst van de Chinezen in Suriname. De cursus Mandarijn is voor de eerste keer gestart voor Surinaamse ambtenaren uit verschillende bevolkingsgroepen. Door het leren van Mandarijn zullen we meer begrijpen van de glorieuze cultuur en de grote veranderingen die China meemaakt. As the ambassador of China to Suriname, I think that China's main interest over here is to maintain our good relations with Suriname. Our two countries are good brothers, good partners, good friends, which has been proved by history. We don't have political dissent and we support each other. As President Bottas says, Suriname and China are true friends. China doesn't have selfish interests in Suriname. We give Suriname some grounds to the best of our capacity. We cooperate for the interests of both countries, which achieved win-win results. De Chinese ambassade in Paramaribo werkt via allerlei activiteiten intensief aan versterking van de verstandhouding en onderlinge samenwerking met Suriname. Er is regelmatig culturele uitwisseling en China voert relatief veel projecten op uiteenlopend gebied in Suriname uit. There are little cultural differences in the way business is conducted in China and Suriname. Chinese enterprises and businessmen come to Suriname and run their business
according to the practice and tradition of Suriname. They respect your culture, history, folk traditions. They introduce Chinese culture to the local people and learn from them. So I think in this way, their business is going well in Suriname. Het nieuwe gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoek van de Henk Aronstraat en de Grote Combeweg was een geschenk van China aan Suriname en werd van A tot Z onder leiding van Chinese deskundigen en arbeiders gebouwd. Vooral het asfalteringsbedrijf Dalian heeft in Suriname grote bekendheid verworven door in opdracht van de regering honderden kilometers weg van een nieuw asfaltlaag te voorzien in een ongekend korte tijd. Terwijl Chinezen die uit China kwamen aan veel elementen van hun eigen cultuur vasthouden, hebben de in Suriname geborenen zich veel meer aangepast aan de omstandigheden van de Surinaamse maatschappij. Doordat er veel meer Chinezen naar Suriname komen, verandert het taalgebruik van de Chinezen ook. Er wordt meer Mandarijn gesproken en minder Kantonees en Hakka. Ik sta er versteld van dat die nieuwe groep gewoon ver in het binnenland is, wel om commerciële doeleinden. Maar ze integreren zich zo met die bevolking. Ze spreken Saramakaans, ze spreken Indiaans, ze spreken Negerengels beter dan wij. Even onderscheid. Onder de oude groep bedoel ik de Hakka-Chinezen, dus mijn generatie, mijn voorouders. Die hebben zich geconcentreerd, maar dat kwam ook omdat je vroeger niet naar het binnenland ging om zaken te doen. En dat was één groep, de Hakka-groep. De anderen uit verschillende delen van China gekomen. In het begin ging het wel stug, omdat ik het gevoel had van de groep die zich hier heeft gevestigd, had zich zodanig geïntegreerd in die Surinaamse gemeenschap, dat je bijna zou zeggen dat die nieuwe Chinese vreemden, toch wel vreemden, al zijn ze de Chinezen, toch wel voor ons ook vreemdelingen waren. En dat kwam langzamerhand toch wel los. En ze kwamen ook naar de verenigingen toe. We plaatsten in de kranten, de Chinese kranten, vaak nog geen advertenties, maar artikels over. Ze begonnen met restaurants, ze begonnen met winkels, let erop, biologie. Dus daar begon het al. Want we maakten ons zorgen, omdat er vaak uit de gemeenschap kwam. Ja, die nieuwe Chinezen, ze weten niet hoe het hoort, onhygiënisch, dit, hoe ze in de... Dus daar begon het mee. En langzamerhand zagen ze ook dat de oude groep toch wel contact met ze wilde. En bij 150 jaar hebben ze allemaal bij elkaar gebracht. We hadden ze daarvoor al bij elkaar gebracht onder één paraplu. Dat was toen Fafufui, dokter John Chiu en ik. En niet alleen om de Chinese, de sociaal, culturele, maatschappelijke evenementen van Chinezen. Maar ook bij, hebben we gedaan, dokter John Chiu en ik, bij de verkiezing. Chinezen en Suriname spelen tegenwoordig economisch een belangrijke rol in de handel en in de zogenaamde vrije en administratieve beroepen. Chinezen die rechtstreeks uit China komen, blijven meestal sterk op China en op de Chinese cultuur gericht.